Aniek, goedemiddag. Heb jij een suggestie voor chocolaatjes, chokiekjes? Oh, kiekeriekjes. Dat krijg ik nu ook nog per mail binnen. Kiekeriekjes? Nee, dat vind ik helemaal niks. Kiekeriekjes. Doe me denken aan mijn oma. Hoezo? Het is Riek. Ja. Oh. Goed, we gaan het hebben over plantaardig dieet bij gewrichtsklachten. Veel mensen hebben natuurlijk last van artritis en artrose, dat is heel naar. Maar het schijnt inderdaad, heb ik wel eens eerder gehoord, dat als je je voeding daarop aanpast, dan heb je daar minder last van, hè Aniek? Ja, zeker. Ja, dat is een hele interessante factor die vaak uit het oog verloren wordt, waar gelukkig steeds meer bekendheid voor komt. Maar het blijkt dus echt dat je door bepaalde voedingsinterventies, voedingsaanpassingen, significante verbeteringen kunt bewerkstelligen. Aanpassingen in het voedingspatroon kunnen leiden tot verlichting van pijn, zwellingen en vermindering van andere symptomen. Wat moet je nou bijvoorbeeld vooral niet eten als je dus inderdaad artritis of artrose patiënt bent? Nou, er zijn heel veel onderzoeken hierin gedaan. En een hele interessante is dat het blijkt dat door meer plantaardig te eten, of boven grotendeels plantaardig te eten, dat dus echt leidt tot verbetering. En het is natuurlijk het meest interessant om te kijken van, maar waarom is dat nou? Waar komt dat door? Nou, een hele belangrijke factor daarin, dat speelt op het gebied van omega-6 vetzuur. We krijgen veel te veel omega-6 vetzuur binnen ten opzichte van omega-3 vetzuren. Nou, hoe dat zit is dat in het immuunsysteem wordt omega-6 vetzuur gebruikt voor ontstekingsactivatie. Mm-hmm. En omega-3 wordt gebruikt voor ontstekingsremming. Maar als we kijken naar ons westerse voedingspatroon, dat zit vol met omega-6. En dat leidt tot vermeerdering van ontstekingsactiviteit, tot meer pijn, tot meer stijfheid en meer zwelling. Dus het is een heel goed idee om die omega-6 in je voeding te verminderen. En die vind je veelal in vlees en andere dierlijke producten. Maar bijvoorbeeld ook in zonnebloemolie, in maïsolie, amandelolie. Het is natuurlijk zo, vegetarische voeding is natuurlijk wel een trend. Dus eigenlijk als je artritis of artrose patiënt bent, dan kun je beter geen vegetariër zijn, begrijp ik. Want het zit met name in vlees, die stoffen die goed voor je zijn. Ja. Nee, juist niet goed voor je zijn. Oh, niet goed voor je zijn, oké. Okay. Ja. Ja, die zorgen dus juist voor die ontstekingsactivatie. Oh. Dus het is helpend om met name rood vlees te eten. Ja. En sowieso minder dierlijke en bewerkte vetten. Die blijken ook weer die klachten te triggeren. Moet je juist vegetariër worden, zou je zo zeggen. Ja, dus echt meer plantaardig eten. Er zijn een aantal dingen. Misschien makkelijk om even drie dingen te noemen die je wil vermijden. Nou, dat zijn dus met name die rood vleesproducten en de bewerkte vetproducten. Dus dan hebben we het ook over banketproducten, over ijs, over koek, dat soort vetten. Ja. En over suikerrijke voeding. Blijkt dat ook ontstekingen in de hand werkt. Alcohol toch ook? Alcohol, ja, dat zet drank. Dat suiker natuurlijk. Hè? Ja. Je lichaam zet alcohol in de suiker. Dan wordt als het ware krijg je dan suiker tussen je gewrichten. Ja. Dat kristalliseert toch? Ja, en dus dit soort suikerrijke dingen. En het blijkt dat ook de bereidingswijze dat ook nog ontstekingen kan activeren. Dus je wil ook oppassen met veel bakken en veel frituren. Ja. Maar natuurlijk wel eens een keer. Maar sommige mensen die doen dit heel vaak. En dat blijkt dus ook voor vermeerdering van de klachten te werken. Geldt voor alles, hè? Als je dat maar met mate doet. Ja, zo is het. En aan de andere kant zijn er andere dingen waar je juist weer extra veel van wil eten. En dat begint eigenlijk bij de omega-3 vetzuren. En met name de omega-3 vetzuren ook uit plantaardige voeding. En die vind je bijvoorbeeld in groene bladgroenten, in lijnzaad, in chiazaad, in walnoten, algeolie. Wordt ook steeds bekender. En een andere belangrijke, dat zijn veel antioxidanten. En die vind je in groenten en fruit. En met name die felgekleurde. Dus kijk eens naar het bosfruit. Bijvoorbeeld de bramen en de frambozen en de aardbeien en de kersen. Blijkt dat die heel rijk zijn aan die ontstekingsremmende stofjes. En kruiden en specerijen. Want die zijn ook supergoed in het remmen van ontstekingen. En als we kijken naar gewrichtsklachten, dan zijn met name gember en kurkuma twee hele helpende dingen. Hmm. En sowieso, overgewicht zou ook artrose kunnen vergroten, toch? De kans daarop?
Ja, het blijkt dat een stukje gewichtsmanagement, of in ieder geval het bereiken of behouden van een gezond gewicht, dat helpt in klachtenvermindering. Ja. En dat mensen die zwaarder zijn er gewoon nog meer last van hebben. Ja. Dat is eigenlijk ook wel logisch, hè, want er komt gewoon veel meer druk op de gewrichten te staan ook. Mm. Ja, dat natuurlijk. En dat zorgt sowieso al voor belasting en slijtage van de gewrichten. Maar ook in vetcellen worden de hele dag door ontstekingsstofjes aangemaakt. Nou, en dat verergert natuurlijk de klachten. Ja. Als je al last hebt van artritis, wat een voorstadium is dan van artrose, zou je het ook met bepaalde voeding weg kunnen krijgen weer? Het blijkt dat door bepaalde voedingsveranderingen te maken, dat je echt significante verbetering kunt brengen in het klachtenbeeld wat er is. Maar ja, voeding is natuurlijk één hele grote factor, maar het is niet het enige. Stukje nachtrust, stukje beweging, stukje stressmanagement zijn dingen die ook nog meespelen. Oké, goed. Nou, is het allemaal net te snel gegaan? Kijk het eventjes en luister het terug op onze website omroepflevoland.nl/gemist.